Jongens, Jaroski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty Black Ops 4. Vandaag gaan we twee team members potjes spelen met de Maddox RFB class. Maar waar het vandaag om gaat is deze insane awesome camo. Elke kill die ik maak zal de camo veranderen van kleur. En ziet het er echt heel, maar ik echt heel erg gaaf uit. Dus vind je het leuk? Ram natuurlijk zoals kaart op lijn of zou ik super, super doof vinden. En helaas heb ik die kill dan niet, want dan kon ik de camo laten zien vijanden. Kijk hier, hoppa, camo is veranderd. Nou, als ik er nu nog één maak, want ik weet namelijk dat er nog eentje zit. Hij is helemaal naar achter gerend, sorry gek. Oh, hij is weak. Ik wil hem killen, want ik wil mijn camo zien veranderen. Pak hem! Uh-oh. Dan is mijn camo nu weer veranderd, zoals je ziet. Hij is nu een beetje groenachtig. En zo gaat het letterlijk elke kill veranderen. En ik vind dit zo'n gave camo. Het is een soort van ja, plasma camo. Ik vind hem zo gaaf, jongen. Dat is niet normaal. We moeten natuurlijk wel even voor de kills gaan. Want tot nu toe... Dankjewel, karretje. Zijn we niet heel veel mensen tegengekomen. Daar hebben we een mooi dubbelkilletje opgepakt. Alleen, ik heb geen ammo meer. Schrijf eens even jullie waar. Oh. waarom loop je daar? Waarom loop je daar, Daantje? Daantje 38, die loopt gewoon helemaal naar de andere kant van de map om me te killen. Nou ja, het is er wel gelukt, eerlijk is eerlijk. Ik had het alleen niet helemaal zien aankomen. Oh, ik loop helemaal naar de andere kant van de map, joh. Tactiek, hè, jongens. Alles. Ik ben dood. Nou ja, je gaat ineens één kill. Oh, die was wel slecht dan. Ze staan een beetje te campen, die vijanden. Ze lopen ook letterlijk helemaal over de linkerkant van de map. Wat je eigenlijk nooit ziet gebeuren op Arsenal. Dus ik probeer een beetje mij aan te passen op hun speelstijl. Als ze natuurlijk zo enorm traag spelen. Hij gaat zelfs het ventilatieschap hier in, joh. Dan is dat natuurlijk best wel weer... Dankjewel, team. Dankjewel. Oei, yo, yo, yo. Dan is dat natuurlijk best wel weer lastig. Als ik eerlijk mag zeggen. Oké, die is neer. Let's go. Dankjewel, Maddox van me. Die is ook neer. Er zit nog één in de ventilatie. Ik ga niet die gas in de ventilatie pushen. Want ik wil namelijk eerst mijn UAV zien te halen. Hij zit daar achter. Ja, die hebben we. Oké, dan heb ik mijn UAV binnen en dan spannen ze nu. Uh-oh. Achter me, zoals je ook wel via de minimap kan zien. Want ze staan er allemaal op namelijk. Die is ook neer, let's go. Ik roep me Tempest in. Enemy UAV above. Ze hebben een UAV. Ik weet dat ze nu achter me gaan spannen, maar ik ga ervoor. Uh-oh. Hey! Al die internet, bro! Al die internet! Maar het gaat om de camo, jongens. Ik vind het best. Kijk. Oh. Wat mooi toch weer, hè. Wat mooi. Ik heb wel mijn snipers en schaals. Die hangt nu in de lucht. In de hoop natuurlijk dat hij ook wat killings oppakt. Plus ik heb mijn helmstorm nog ready staan. Dus die kan ik ook nog even inroepen. Zometeen. Ik ga hem niet nu inroepen. Omdat ze bijna allemaal, als je op de map kijkt, binnen zitten. Dus het is een beetje zonde natuurlijk om, om je helmstorm in te roepen. Dus ik speel heel eventjes een beetje traag met mijn score streaks. Hij zit hier links. Ja, dankjewel. Volgens mij zit er zelfs nog een, maar ik ren door. Ik ren door. Ze komen namelijk hier nu in het raampje. Pas op, teammate. Komt-ie. Dankjewel. En er zit er één in de ventilatie. Nou, je ziet dat hij in de ventilatie zit. Hij heeft zelfs een racer waar... Hey, bro. Hallo, teammate. Hij heeft zelfs een racer waar je liggen namelijk. Nou, dan weet je sowieso dat de camper is. Ik heb hem gehit. Lekker bezig. Dankjewel voor de 100 puntjes. En ja, dan ga ik toch maar gewoon mijn helmstorm doen. Want ik heb er ook niks aan om de hele tijd te bewaren. Maar je ziet het, ze zitten binnen. Precies wat ik al zei gewoon. Nou ja, en hij zit natuurlijk in die stomme ventilatie. Kijk uit hoor. Die gaat ook de ventilatie in. Ojo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 j
Zit ze achter ons, achter ons. Ja, kom op team. Oh, hij loopt de trip mine in. Dat is jammer voor hem. Hij is gekarretje, die moet mijn teammate mak... Ja, heb je hem nou? Goed zo. Ik moet het altijd checken hoor, want ik vertrouw het nooit namelijk. Hoe vaak ik al door mijn teammates ben doodgegaan omdat ze iemand die bijvoorbeeld gekarretje is niet hebben gekild. Dat is ook niet normaal. Ik ben al singled. Kom achter me aan, kom achter me aan. Nee!
scheef! Nee! Oh, hij kwam wel achter me aan, maar ik was scheef. Ik had hem moeten hebben, man. Ik had hem moeten hebben, gewoon. Oh, hij zit nog steeds in de ventilatie! Nee! Ben jij het die heel dit in de ventilatie zit of iemand anders? Entanglement set. Het is één gast, hè. Die zit vol erin te campen, gewoon. Loopt er nog een hier? Ik ga mijn team even redden, want er loopt er een in zijn rug naam. Alsjeblieft, team. Let's go, jongen. Teamwork, hè, heet dat. Nou, we zitten bij elkaar in het team. Die persoon in het ventilatieschafje is dood. Want mijn team zit er nu in, namelijk. Jongens, ga er nou niet in campen, ouwe. Wat heb je er nou aan? Kijk uit mijn barricade. En ik ben gekarretje. Team, help. Ik heb hem nog. Never mind. Ik heb geen hulp nodig. I got this. Niks aan het handje. Er is er nog één getemd. Ze ligt buiten, jongens. Hier, kijk. Kiekeboe. Hij lag daar rustig. Ze zien me niet. Ze zien me niet, zei hij in zichzelf. Maar helaas voor hem zag ik hem natuurlijk wel. En dan zitten ze hier nu allemaal rechts. Ze lopen naar buiten. Oh, nee! Nee! Ik vind die dingen zo stom, hè? Ik loop er altijd doorheen. Je hoort ze wel, moet ik zeggen, die trip mines. Maar alsnog, ik ga er altijd door dood. Oh, ik moet echt af en toe gewoon engineer aanzetten. Want dan zie je namelijk precies waar ze zijn. Maar... waarom moet ik altijd door die stomme trip mines doodgaan, jongen? Altijd, hè? Als het nou één keertje is, dan zou ik zeggen, nou ja, oké, weet je, ik ga er één keertje door dood. Oh, dat is nog niet zo heel erg. Maar elke keer moet ik erin rennen, gewoon. Elke keer gewoon. Maar je ziet het, de Marox is sowieso een heel, heel fijn wapentje om te gebruiken. Maar deze camo, hij verandert elke kill. Elke kill die je ermee maakt, verandert hij van kleur. En dat maakt hem zo ontzettend vet. Onze ijscore is 31,5, dus we hebben nog een mooie score ook. Helaas worden we weer wel gekilled in de killcam. Dus dat is weer wat minder mooi. Maar we spelen er zoals altijd natuurlijk nog wel een tweede game achteraan. Dus ik zeg, op naar potje 2. Game nummer 2 die gaat van start op de map Slums. We hebben nog steeds onze sexy camo aanstaan, onze plasma camo. En het is hier meteen altijd inzoomen, want je weet namelijk nooit of er iemand komt. Maak glas kapot voor me, dank je. Thanks team, maar ik ga wel dood. Ik stond daar met mijn hele team naast me. En wie denk je dat er weer dood gaat? Ja, het was ook wel een beetje te verwachten. Ik ben altijd de Sjaak in dat soort scenario's. Holy, zo, wat heb jij voor wapen? Oh, een VKM. Ja, dan ben je in 2 à 3 kogels neer. Ja, oké, dan weten we dat ook. Dan moet ik even onthouden dat hij een VKM gebruikt. En dat we dus wel een beetje voor hem moeten oppassen. Want die kunnen... Die kunnen sterk. Mijn teammate loopt er ook langs. Ik ben door hem gekild. Ik wist niet dat hij er zat. Maar mijn hele team is er langs gelopen. Oké, dit wordt een opletpotje, jongens. Dat weet ik wel. Hij staat er nog steeds. 2 man zelfs. Even mijn karretje inroepen. Dan kan hij naar binnen racen. Wow, wat gebeurt er allemaal, hè? Oei, 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 oei. Ze hebben een UAV. Alright, dan weten we dat sowieso. Dan wil ik ook even een UAV halen, namelijk. Even op de vieze plek. Oh, hij is al neer. Dit is en blijft een vieze plek, want ze kunnen je namelijk helemaal niet zien aan de andere kant. Zoals je ziet. Ik heb ze allemaal gehit. Allemaal geraakt, team. Lekker. Punten erbij. Ik heb wel een UAV nu ingeroepen. Hey, jongen. High five, vriend. Maar helaas met een UAV alleen gaan we het niet redden, natuurlijk. Die heb ik ook. Rechts, rechts om het hoekje. Oké, we hebben ze. Ik weet nu niet waar ze spannen. Ik moet nog 30 punten. Dan heb ik mijn snipers. Dus ik ga mijn hellstorm weer doen. In de hoop dat ik 3 kills krijg. Ja, die krijgen we wel. 3 kills. Let's go! Dan hebben we de snipers nest. Kijk. Oh! Staat hij weer midden in de map, jullie gek. Die vet is gevaarlijk, hoor. Hij heeft nog een sniper in zijn handen ook namelijk. Dus als hij 1 kogel raakt... dan ben je gewoon uitgeschakeld, joh. Tempest inroep. Ik weet niet of ze hier spannen. Ik ben nu heel veel kwijt waar ze vandaan komen namelijk. Ze schieten mijn snipers nest meteen uit de lucht. Dat is wel weer een beetje jammer. Hij is gewoon letterlijk meteen uitgeschakeld. Oftewel, ik heb gewoon niks aan mijn streaks dit potje. Wat gebeurt er? Oh, teammate! Teammate! Help, s'il vous plaît. Oh, dank je, je hebt me geholpen, dank je. Dat was alles waar ik voor vroeg. Meer vroeg ik niet namelijk. Ah ja, hij hielp me wel, hè? Eerlijk is eerlijk. Ik weet niet of hij het helemaal door had dat hij me had geholpen.
Hij is al neer. Maar uiteindelijk heeft hij wel van mijn leven gered. Ik ben hier wel weg. Ik wil daar niet blijven staan. Uh-oh. Hij heeft een hitmark met de sniper. Oh, teammate, let's go, ouwe. Lekker bezig, bro. We zijn ze nu aan het pakken, hoor. Het is ook een vierman party. Dat moet ik hem misschien even bijzeggen. Die enemies die horen letterlijk allemaal bij elkaar. Want het is één party namelijk. Maar dat moet de pret natuurlijk niet beïnvloeden. Help team alweer. Ik heb weer jullie hulp nodig. Het zal als niet zo zijn. Dankjewel team. Ze helpen me heel de tijd. Ik vraag er gewoon om en ze helpen me heel. Het gaat helemaal nergens over dit. Normaal gesproken word ik nooit geholpen. Maar mijn team is me aan het helpen, jongen. Holy knetter, dankjewel jongens. Oké, dan gaan we weer. Sowieso schieten ze de snipersnest natuurlijk meteen uit de lucht. Maar we hebben wel 4 kills met de Hellstorm. Plus het potje zit er bijna op. Namelijk nog 5 kills. En dan is de scorelimiet alweer gehaald. Maar ik vind dit wel een leuk potje. Ik word echt geholpen door mijn team, joh. Ik heb het echt nooit, hè. Ik ben altijd eigenlijk de Sjaak. En niemand die me ooit een keertje helpt. Maar ik heb het echt een paar keer overleefd door mijn team. Dus dit is echt, echt super chill. Boom. Oh, ik schiet mis. Ah, help. Help, jongens, alweer. Ja, lekker, jongens. Let's go. 34-4. Niet de meeste kills die we kunnen maken in het potje. Alleen, wij hebben natuurlijk best wel veel kills gemaakt. Alleen mijn team, 24, hebben ook best wel veel kills gemaakt. Zo zie je dat zo'n potje dan op die manier natuurlijk wel heel erg snel voorbij is. Omdat iedereen best wel veel kills maakt. Maar uiteindelijk vond ik het een leuk potje. En nog met een mooie camo ook. Dus wat wil je nog meer natuurlijk? Mocht u nou hebben genoten, ram natuurlijk zijn Skydrop line-up, zou ik super doof vinden. Ik wilde gewoon even deze camo aan jullie laten zien. Omdat ik het echt een hele vette camo vind. Hoe je hem precies vrij speelt, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik zag hem opeens staan. Ik dacht, hé, die is gaaf. Ik laat hem eventjes aan jullie zien. Dus mocht jullie hebben genoten, ram natuurlijk zijn Skydrop line-up, zou ik super, super doof vinden. Bedankt natuurlijk allemaal voor het kijken. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support. En hopelijk ook weer, zoals altijd, tot de volgende keer. Bye bye, mensen.